Kut, sorry, mijn rug, jongens. We moeten komen. Dit is denk ik niet iets goeds volgens mij. De regisseur zegt dat we moeten komen. En ik krijg het eens. Heel erg benauwd. Goedemorgen, jongens. Het is tijd voor weer een nieuwe Untrained. Vorige week hebben jullie kunnen zien hoe ik net niet de finale van het NK snowboarden heb gehaald. Ja, even kijken, dus we hebben... Ja. Nee. Nee? Nee, je zit er niet bij. Maar nu is er iemand die al een tijdje met samengeknepen billen thuis zit. JJ, vandaag mag jij laten zien of je echt zo sterk en fit bent als iedereen denkt. De uitdagingen worden steeds heftiger en daarom heb ik gekozen voor een van de meest slopende sporten ter wereld. JJ gaat namelijk veldrijden tijdens de 11 Bergen Cyclocross. Veldrijden is een vorm van wielersport waarbij de deelnemers rijden over een onverhard parcours. Door het bos, over velden, heuvels en zandwegen. Op sommige stukken zelfs met een fiets op de schouders. Met snelheden van gemiddeld 25 km per uur dwars door de natuur. Oprecht een van de meest fysiek uitputtende sporters ter wereld. Lekker dubbel geparkeerd, Jay. Oké, jongens. JJ doet vandaag mee aan een landelijke wedstrijd waarbij 50 renners strijden om het klassement. Maar nu is meedoen niet genoeg, want ik daag JJ natuurlijk uit om ongetraind te eindigen in de top 10. Hopen dat hij nu wel thuis is. Hij moet wel thuis zijn, anders hebben we echt fucked, jongens. Ik ga niet deze uitdaging meer doen. Gewoon niet. Dit hebben we al een keertje meegemaakt, hè? Ik krijg het een klein beetje benauwd. Dit nummer is in gesprek. U wordt doorgeschakeld. Ja. Hey Jay, ben je wakker? Nou, wakker is een groot woord. Het is tijd voor een nieuw Untrained, Jay. Ja, ik heb een kater. Zo kut. Ja, wil je voor ons open doen? Dat weet ik niet. Oké, ik ga open doen. Oké, yes. Oh, ik vind het zielig. Oh, ik heb het wel een beetje wat te doen hoor, als hij een kater heeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe voel jij je? Ja, ik ben nog dronken. Ja? Maar heb jij al ontbeten? Nee. Oké, pak snel nog even wat te eten straks. Vandaag ga jij iets heel heftigs doen. Wat is dit, de Olympische Spelen of zo? Ja, je gaat meedoen aan de Olympische Winterspelen. Ja. Zou je dat leuk vinden? Nee. Oké, ik heb ibuprofen voor je in de auto. Ja. Pak snel wat te eten. Ja. Pak even heel veel warme kleren. Ja. En de rest ga ik je daar vertellen. Wat ga ik doen dan? Dat ga ik straks vertellen. Yes. Ik ga je straks vertellen. Oké, ik wacht in de auto. We hebben namelijk niet veel tijd meer. Het was niet een goed idee om gisteren te gaan suipen. Nee, het was geen goed idee. Dat gaat er echt niet ten goede doen, kan ik je vertellen. Oh, dit is zo kut, jongens. Oh, wat is dit kut. Oké, Jay. Heb je al een beetje enig idee wat je gaat doen? Nee. Nee? Nee, maar ik heb wel het gevoel dat het niet een heel goed idee is dat ik gisteren all-out ben gegaan. Nee, dat kan ik je wel bevestigen, denk ik. Ja. Vandaag is één ding heel belangrijk. Wat dan? Namelijk dat je een bepaalde prestatie gaat halen. Dus zeg maar, meedoen is alleen niet genoeg. Dat zei dat meisje gisteravond ook. Nee. Nee. Waar ben je allemaal goed in? Nou, ik denk niet dat ik per se heel goed ben in... Ik kan natuurlijk rugbyën. Ja. Maar ik heb wel gemerkt met alle sporten die ik daarnaast doe, dat je nooit echt heel erg goed bent in een andere sport. Omdat je gewoon, ja, voordat je echt ergens goed in bent, moet je het zo vaak gedaan hebben. Ben je een beetje goed met klikpedalen? Nee, echt heel slecht. Kan je überhaupt iets op een fiets? Ik heb sinds mijn 16e niet meer op een fiets gezeten. Dus ik denk dat dat wel een klein probleem gaat vormen. Op de sportschool heb ik wel eens op een, fuck, hoe heet zo'n fiets? Een spinning heb ik wel eens gedaan. Oh, een spinningklasje? Ja. 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 Dat is ook pittig, hè? Maar dit is pittiger. Ja? Ja, het is echt oh, nee jongens. Oké, jij gaat meedoen. Nee, waar ga ik aan meedoen? Iris, wacht. Ja. Kan ik er nog uit? Nee, we rijden. Nee, dat heeft Niels vorige keer ook al bij mij geprobeerd. Kut. Werkte niet. Ja. Jij gaat meedoen. Ja. Aan de 11 Bergen. Wow, wow, wow. 11 Bergen, dat klinkt nu al kut. Kut. Het is ook echt kut. Het is de 11 Bergen Cyclocross. Dat is veldrijden, dus eigenlijk op een wielrenfiets. Maar dan is de weg niet verhard. Dan is het door het bos, door het wateren, over paden, door het modder. Soms moet je zelfs je fiets op je rug nemen omdat het even niet meer gaat. Gemiddelde snelheid is ongeveer 50 km per uur. 50 deelnemers. 50? Ja, en ik verwacht van jou dat jij in de top 10 eindigt.
Dat is mijn uitdaging aan jou. In de top 10? Ja. Hoezo? Omdat jij JJ Boske bent. Ja, maar kan ik hem niet gewoon lekker relaxed uitrijden of zo? Nee. Ik heb een avond gezopen. Ja, dat is ook niet mijn probleem. En dan in de top 10? Nee joh, gek. Dat gaat nooit gebeuren. Als je nog nooit een sport hebt gedaan, dan is het echt kut, hè? Ja. Ja, vertel mij wat. Ik stond vorige week op het NK snowboarden zonder überhaupt een bord te hebben gestaan. Wel lekker. Kijk, ik weet dat er één iemand in ons team is die meer atletisch is dan ik. En daarom mag hij nooit een untrained doen. En dat is omdat hij, ja, omdat hij gewoon zo fit is. Ja. Heb je wel eens gehoord dat Kai van der Rey olie drinkt? Om zichzelf zo te onderhouden. Gewoon ja, omdat het zo'n machine is. Ja, Niels daarentegen. Nee. Ik heb gehoord dat hij traint in de sportschool met pampers om. Omdat hij anders hele broek vol schijnt. Oh. Oh, dit ziet er wel pittig uit. Ik begin nu al een beetje zenuwachtig te worden. Ja? Ja. Zullen we even een rondje op parcours lopen? Moet dat? Moet dat. Moet ik tegen deze mensen allemaal? Ja, ja. Nee. Kijk hoe hard ze gaan. Kijk hoe hard ze gaan. Hoe ga ik hier ooit top 10 rijden, Iris? Hier kom ik aan. Komt ie. Dat ben ik zo meteen. Ik denk van alle untrained dat deze de kutste omstandigheden heeft. Het is koud, het regent, de baan wordt modderig. Je moet drie rondes toch, zie ik nu? Ja, je hebt drie velden. Ja. En elke ronde is ongeveer 2,5 kilometer. En je doet er ongeveer 40 tot 50 minuten over. Ik ga alles geven wat ik heb. Ja. En ik ga echt bikkelen. Het regent hier harder dan in Nicaragua. Ja. Alsof we onder een waterval staan. En hier moet ik zo meteen gaan vlammen op de fiets. Ik denk dat ik 16 jaar niet gefietst heb. Kijk wat een benen zij heeft. Ja, ja, ja. Holy shit. Is dat een man of een vrouw? Het zit ergens tussenin, denk ik. Er zitten echt een stel beesten tussen. Hier, kijk dan joh. Ik denk dat ik nog heel even snel een banaantje naar binnen beuk. Ja, dat zou ik ook maar doen. Anders gaat het helemaal fout. Maar wat wel heel goed nieuws is... Ruikt naar vodka. Ik wil sowieso geen laatste eindigen. En nee, ik wil denk ik wel in de top 40 is realistisch. En als ik zelf onrealistisch zou denken, zou ik in de top 25 willen rijden. Oké. Okay. Maar top 10 vind ik wat heftig. Ja, ik zet hem nog steeds in op de top 10. Dankjewel voor deze support. Ja. Fuck, Iris! Ik denk namelijk dat jij het kan. En dat denk ik echt. Iris! Maar in ieder geval... De tijd dringt, want we moeten je spullen gaan halen, we moeten je fiets gaan klaarmaken. We moeten überhaupt het inklikken nog gaan oefenen. Ik moet je nog wat tips geven uit mijn carrière als wielrenner. Ja. Oh, dit is zo kut. Jij gaat je nu omkleden, ik zie zo, ja? Ja. Top 10, hè? Top 10. Oh, dit is kut, jongens. Goedemorgen, JJ Boske. Prettig kennis te maken. Leuk dat je hier bent. Ik heb begrepen dat jij vandaag gaat fietsen. Dat heb ik ook begrepen. Ja. Ja. Ik ga je voorbereiden om deze wedstrijd aan te gaan. Ja. Ervaring? Met fietsen? Ja. Nou, ik heb een oude oma fiets thuis staan. En daar heb ik al 16 jaar niet op gefietst. Ik weet niet hoeveel talent en aanleg je hebt. Nou, maar dit is wel heel specifiek. Dit is wel gespecialiseerd. Ja. Okay. Ik zal je de fiets laten zien. Ja, de fiets. Oh, maar dit voelt meteen wel al goed. Dit gaat wel lukken, denk ik, want hij is niet zo heel zwaar. Nee, het is een mooi carbon frame. Ja, deze kan nog wel wat naar beneden, toch? Ja, we gaan even kijken hoe hoog het daar soms in moet staan. Okay. Daar even. We gaan even kleding passen. We gaan niet zenuwachtig worden. Jongens, ik ben net even een stukje over parcours gelopen. En ik denk dat ik echt de lat veel te hoog heb gelegd voor JJ. Want die mensen gaan snoeihard. Fucking ziek op mijn bek. Het is echt, dit is echt niet niks. Dus ik denk dat het überhaupt al heel tof is als hij überhaupt al top 40 eindigt en 10 mensen achter zich laat. Ik zie hier wel een fiets met een GoPro. En hij had net een beetje een stoere, rode, zwarte mannenfiets, volgens mij. Ja, wij wisten natuurlijk ook niet hoe groot, hoe lang, hoe breed JJ was. Ja, dat je even kunnen googlen, dan weet je dat hij klein is. Ja, ik heb hem gegoogeld, maar geen maat kunnen vinden. Nee? En deze fiets past gewoon beter qua verhouding. Ja, qua kleur ook, roze en zo. Ja, dat sowieso. Nou... Van alle pakjes die we hebben gezien, ziet dit er nog best wel goed uit, toch? Laten we je billen zien. Ik heb met 5-6 mensen even gepraat daarbinnen. En iedereen zei dat ik mazzel heb als ik het al uitfiets. Dus oké, dat motiveerde me meteen al. Ja. En ik zat net binnen. Ik heb een klein beetje overgegeven, omdat de kater nu toch wel redelijk inslaat. Heb je echt overgegeven? Klein beetje. Oh. Maar... Je had net een stoere mannenfiets. Ik had net een stoere mannenfiets. En toen dacht ik bij mezelf, heb ik helemaal niet nodig.
Ik kan een hele mooie blauwe roze vrouwfiets ook heel goed hebben. Die jij ook gewoon. Maar zullen we ook even gaan testen? Ja, graag. Dat lijkt me wel handig. Kijken of je ook past. Ja. Heb je dat klikken ook geoefend? Nee. Ga je nu doen? Hap. Oké. Okay. Probeer even nog niet te fietsen. Oh, sorry. Weet ik snap het. Zit ik zo maar aan je kont. Ja, lekker. Oké, je zit er nu in. Oké, en het uitklikken. Oh, je zit er nog niet in, sorry. Dat zei je de vorige keer ook. Maar toen waren we met z'n tweeën. Juist. Ja, uitklikken. Ja. Los. 2, 1. Ga je? Pak hem wel bij de remmen. Los. Ja, ik pak hem wel bij de remmen. Jezus. Hoe ga ik dit ooit doen, jongens? Nou, dit ziet er nog best wel soepel uit. Heb jij advies voor mij? Want ik heb dus net even op de fiets gezeten. Ga bij de amateurs meedoen? Ja, gewoon. Ja, het heet amateurs, maar het is eigenlijk één niveau onder de elite. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een leuk niveau. Die trainen denk ik toch allemaal wel 4 keer in de week of zo. Dus ik zou proberen bij de start, probeer gewoon mee te komen. Hou je materiaal heel. Jij hebt een prima fiets. En geniet er gewoon van, want het is wel een mooi sport. Het is wel lekker modderig vandaag. Genieten? Ik heb nog nooit op zo'n fiets gezeten. Ja, dan heb je op een wielrenfiets gezeten. Nee! Ja, dan wordt het echt heel lastig. Oké, Jay. Ja? Laat ik sowieso even vooropstellen dat van alle bolthoos jij er het beste uitziet in dit pakkie. Dankjewel. En ik ga je heel veel succes wensen, want ze gaan nu warm draaien en daarna gaat het gewoon beginnen. Ja. Dus jij kan dit. Succes, schat. Top 10, hè? Oh, ja. Als je nog één keer top 10 zegt, krijg je echt een beuk van me. Voor het programma 1-2, zijn doelstellingen van vandaag geprobeerd waar te maken. Doelstellingen te plaatsen bij de eerste 10. Oh, we zijn begonnen. Ja, nou, ik ga nu al lekker. Succes, jij! Woe! Iedereen gaat op zijn bek over elkaar heen. Nee! Ja, snel doorgaan. Rustig, rustig beginnen. Rustig beginnen. Het hoeft niet hard. Kom op, Jay! Woe! En jij kan je lekker rijden. Ja. We gingen van start en het ging echt moeilijk hard. Iedereen flikkerde over elkaar heen. Ik was echt blij dat JJ me achteraan begon. En nu komen ze hier weer aan. Yes, kom op Jay! Dit kan jij. Oh, hij kijkt wel een beetje zuur eigenlijk. Kom op. Daar is de JJ. Nog iemand achter zich hadden die hier ziet nu op dit moment voorbij gaan. En dan een poppartij, dat hoort er natuurlijk als je ongeschreven bent. JJ gaat dus op weg naar het vervolg van zijn eerste wielronde. Jezus jongens, dit is zoveel zwaarder dan ik had verwacht. Ik ben hier gaan staan bij de zandbak, want dat is de bak zoals je ziet waar de meeste mensen vallen. Je ziet daar een heel klein mannetje op de achtergrond. Doei, doei. Dat is nu alleen aan de leiding. Lekker, Jay. Goed bezig. Nou. Oh, jongens, dat klikken. Die kutfiets. Kom op. Klikken. Hop. Erin. Ja. En daar gaan we.
Kom op nou. Je hebt conditie genoeg. Ah, mijn rug. Kut, sorry, mijn rug, jongens. Oké, we moeten komen. Dit is denk ik niet iets goed volgens mij. De regisseur zegt dat we moeten komen. En ik heb het eens heel erg gedaan. Fuck jongens, wat is er gebeurd? Jay, wat is er gebeurd? Gaat het? Nee, het gaat niet goed, maar ben je gevallen? Nee, ja, ik ben wel 3-4 keer gevallen, maar ik kon gewoon niet verder. Hier probeerde ik heel rustig een bochtje om te gaan. Ik viel mijn benen gewoon uit en toen probeerde ik weer op die fiets te stappen. En toen wouden mijn benen niet meer trappen, maar rennen kon wel. Dus toen heb ik nog eens een klein stukje gerend. En toen werd ik gewoon boos, omdat ik wist dat ik nog niet eens op wat een kwart zat. Nee. En ik kon het al niet meer. Ik kon gewoon mijn benen niet meer bewegen. Nee. En ik baal echt als een stekker. Ik kan niks. Ik kan amper denk ik uit de stoel komen. Jezus, Mina. Dit is denk ik wel een van de heftigste untrain die we ooit hebben meegemaakt. En misschien ziet dat er op beeld helemaal niet zo heftig uit. Maar dit was wel echt heel erg pittig. Baal zie ik hem ook een beetje voor JJ, want hij voelt zich natuurlijk mega kut. Ik voel me ook kut, want hij heeft het gewoon niet gehaald. De jongens hier achter me bikkelen nog even door. Laat even in de reacties weten als je JJ even een steuntje in de rug wil geven. Doe natuurlijk dat duimpje omhoog en wie weet, tot volgende week. Oké, terwijl de wedstrijd die achter mij dus gewoon nog verder gaat. Ja, er is niks frustrerender dan dat de geest wel wil, maar het lichaam niet. Last van mijn onderrug, ik ga er heel vaak doorheen. Maar geen excuses, ik heb het gewoon niet gehaald. Dus Rijk, Iris en hoe heet die ook alweer, die ene jongen? Oh ja, Niels. Jullie mogen mij gewoon knijten belachelijk maken. Maar de volgende keer kom ik harder terug, beter terug. Als ik weer een beetje oké ben, dan gaan jullie het zien.